Goedenavond allemaal. Gezellig dat jullie weer mee gaan kijken. Ik ben even mezelf aan het zoeken. En ik ben mezelf kwijt. Ja, ik heb me gevonden. Ik zie dat ik al heel ver ingezoomd sta. Dus ik ga zo even kijken of ik het een klein beetje terug kan zoomen. De Facebook Live functie is weer een beetje veranderd. En hier op mijn telefoon lijkt het nu net of ik gewoon alles in beeld heb. Maar op mijn tablet zie ik dat ik best wel dichtbij ben ingezoomd. Dus even kijken of ik dat een klein beetje kan aanpassen nog. Even kijken hoor. Nou, dit is denk ik wel al beter. Nu zitten jullie wel een klein beetje naar scheef blad te kijken. Maar kijk of ik hem een klein beetje aan kan passen. Dus even zoeken nu dat weer veranderd is allemaal. Nou, ik vind het in ieder geval super leuk dat jullie meekijken. En jullie hebben het filmpje waarschijnlijk wel al voorbij zien komen hier in de Noor en Zo groep. En ik had namelijk al één explosion card gemaakt met dit nieuwe punchboard. En ik ben echt super enthousiast. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Maar ik denk dat dat helemaal goed komt. Oh, ik zit heel even te kijken hoe ik dit op kan lossen. Dus ik zou zeggen, kijk gezellig mee. En dan gaan we er iets tofs van maken. Ik heb hier voor mij het punchboard al klaar liggen. Dit is natuurlijk weer van We Are Memory Keepers. Ik ben echt dol op die punchboarden allemaal. En je kunt er zo'n ontzettend veel leuke dingen mee maken. Bij dit bord vind ik ook echt dat er heel duidelijke omschrijvingen bij zitten in het boekje al. Het is alleen wel in het Engels, niet in het Nederlands en in eentjes. Dus ik dacht, nou, misschien is het wel leuk om dat eventjes ook live te doen. Zodat jullie ook gewoon precies zien hoe je dit kan maken. Voordat ik ga beginnen om hem te maken, lijkt het me leuk om hem nog een keertje te laten zien. Of zullen we even wachten tot het einde? Wat vinden jullie leuk? Zal ik hem al laten ploppen? Laten exploderen het kaartje? Of zullen we wachten tot het einde van deze uitzending? Zo, maar schieven. Nou, ik heb mijn hondje hier rondlopen en die blijft een beetje lekker bij mij in de buurt. Dus als jullie mij tegen iemand anders horen praten, dan is het mijn kleine hondje. Nieuwsgierig, zegt Christa. Nou, ik had hem gisteren wel ook al in het filmpje gezet, maar zo kun je hem gewoon nog live ook even zien ploppen. Hè? Dan weet je in ieder geval dat ik niet stiekem zit te photoshoppen in mijn filmpje en weet ik veel wat allemaal. Nou, ik zet het bord even aan de kant en het boekje. En dan zal ik eerst even laten zien. Da-da-da-da-da. Daar komt hij weer hoor. Het is dezelfde als die ik ook al in het filmpje had laten zien. Ja, ik vind het echt heel gaaf. En je kunt het in natuurlijk heel veel thema's maken. Ik heb hier de stempel van feestje. En dan heb ik er gestempeld feestje in de brievenbus. Omdat het een envelopje is en je die bijvoorbeeld dus gewoon bij iemand in een brievenbus kan doen. Nou, superleuk. Die is van Carlijn Design. Ik heb in de link hierboven ook eventjes boven mijn filmpje een link gepost met producten die ik gebruik. En daarbij zit ook deze stempel. En er staat dus bijvoorbeeld ook: het leven is een feestje en jij bent uitgenodigd. Maar je moet wel zelf de slingers ophangen en in de brievenbus. Nou, ik vond het helemaal erbij passen. Het is zeker een heel tof formaatje ook. Dus echt heel leuk. Ik ga het gewoon laten zien. Dus dit is de envelop. Als je hem omdraait, kun je hier dus hold hier. Bij het punchboard zit dus ook een stempeltje. Deze. En er staat dus hold hier en pull hier. Nou, je kunt natuurlijk ook interactieve stempels van Carlijn erbij gebruiken bijvoorbeeld. Maar ja, ik vind deze ook wel echt super handig en gewoon een mooi formaatje. Zodat je alles ook meteen bij elkaar hebt, zeg maar. Dus als je hem hier beneden vasthoudt, je maakt hem open, kun je hier, want hier staat pull hier, dus kun je hier trekken. En eigenlijk is het dus voor degene waaraan je hem stuurt, helemaal duidelijk ook meteen wat je
moet doen. Dus het is geen verrassing en denkt van, oh, hè? Nee, het staat gewoon trek hier. Dus ik trek eraan en dan gebeurt er dit. Woe! Oeps. Ik had hier allemaal drinken staan. Nou, die zit dus vol met confetti nu. Ga ik er heel even uitpeuteren. Niet zo handig. Alleen even uit mijn drink hoor. De rest mag gewoon even blijven liggen totdat ik klaar ben met mijn live. Maar drinken, dat vind ik niet zo lekker als ik dat eigenlijk opdrink. Nou, dus super leuk. Popt lekker overal heen. En je ziet ook echt de kracht van het ploppen. Echt super tof. Ik ben helemaal blij mee. Dus hierop kun je bijvoorbeeld ook allemaal wat grotere dingen leggen. Ik heb nu kleine confetti, maar je kunt ook best iets zwaardere dingen. Want het plopt echt heerlijk op, zoals je zag. Nou, ik heb hier designpapier Little Chef gebruikt. En die ga ik zo meteen ook gebruiken. Hier heb ik wat cupcakejes opgemaakt. Die zijn van Marianne Design. Die heb ik zojuist ook nog vanavond in een linkje geplaatst. En de witte inkt. Monika, ik weet niet welke witte inkt je bedoelt. En hier heb ik het tekstje Yuppie. Die is van Carlijn Design. Die ga ik zo meteen ook gebruiken. Dus ja, ik vind hem helemaal leuk. Ik zet deze even aan de kant. En we gaan gewoon lekker een nieuwe maken. Even mijn confetti aan de kant. Zo. Dit doe ik even weer in. Ik leg het eigenlijk gewoon even aan de kant. Hoeft er niet in, hè. En dan zal ik even mijn spulletjes er allemaal weer bij pakken. zo blijven we bezig, toch? Nou, je hebt dus nodig je punchboard. Er zitten die stempeltjes erbij in. En er zit een zakje met elastiekjes in. En het boekje. Nou, hier aan de zijkant zit een vouwbeentje. Super handig. En als je het even niet meer weet, maar je weet eigenlijk wel een beetje wat de bedoeling is, staan hier ook nog hele handige tekeningetjes op. Met dit bord kun je dus maken een box. Dus die eruit springt, zeg maar, waar je het elastiekje ook aan bevestigt. Een treetje, dus dat dingetje waar het boxje in zat en de confetti en zo ook allemaal op lag. Je kunt er confetti mee maken. Dat doe je met die bons. Die heb je ook nodig om het hele geheel te maken. Dus die hartjes die eruit komen, die kun je dus ook gewoon gebruiken om te laten rondvliegen, zeg maar. En een envelopje. Dus er zit echt superveel in één. Echt zo handig. Oh, dat klopt inderdaad, Monika. Ik heb die tekst op mijn envelop heb ik ook gestempeld. Maar dat heb ik met Versamark gedaan en met embossingpoeder. Omdat het zwart papier is, kon je het dan ook goed zien. Dus ik heb gewoon een licht kleurtje embossingpoeder genomen. Wat je nodig hebt, is eigenlijk een papiertje. Er staat eigenlijk een papier van 12 x 12 inch. Nou, dat is 30,5 x 30,5 centimeter. Ik gebruik gewoon een wit papier daarvoor, wit cardstock. Daarnaast heb je een stukje nodig van 8 x 8 inch. En dat is ongeveer, ik zal even meten, dan weten we het precies, hè. 20,3 bij 20,3. Nou, super handig dus. Dan doe ik een designpapiertje. En je hebt eigenlijk een stukje nodig van 5 x 5 inch. Nou weet ik dat ik dat zo meteen ook hieruit kan halen. Je kunt er dus ook een aparte voor kiezen. Ik vind het gewoon ook handig dat dat ook gewoon uit jezelfde 30,5 x 30,5 papiertje kan. En de confetti die maken we natuurlijk van overige stukjes. Ik denk dat we eens gaan beginnen met de box te maken. Nou, wat echt super handig en duidelijk is. Dat kunnen jullie op het filmpje niet zo goed zien. Maar als je hem besteld of hebt, zeg maar, dan zie je hem voor je. En dan is dat veel makkelijker. Maar hier staat, even kijken, rechts in de hoek staat box. Nou, dit is een papiertje voor mijn box te maken. Dus je legt hem echt in het hoekje bij box. Super handig dus eigenlijk gewoon. Dan pak je je vouwbeentje erbij. En dan ga je, staat hier ook heel duidelijk in het boekje beschreven. Dan ga je de cijfers 1 tot en met 8 ga je scoren met dit pennetje. Nou, daar ga ik eens mee beginnen. Ik begin natuurlijk bij 1. En dit bord houdt op een gegeven moment op. Dus dan weet je dat ook, hè? Want anders schiet je er een beetje vanaf.
Dat voel je ook wel hoor. Misschien is het in het begin, de eerste keer dat ik het deed, was het even zoeken. Maar daarna voel je het wel. En je kunt hem dus al in het begin erin zetten, zodat je ook echt in een goede gleuf zit. En niet gewoon maar op je bord zit. Kijk, hier schiet ik er even af, maar dat geeft dus helemaal niks. Dus, nou, hier heb ik 4. Doe ik even vanuit deze kant, vind ik makkelijker. Soms zit je er op een bepaalde manier handiger voor. 5. Dus het is echt heel duidelijk eigenlijk gewoon. Dat vind ik echt. Ik denk dat dit het duidelijkste bord is wat ik van WeAre heb. Ik vind hem echt. Ja, alles spreekt eigenlijk best wel voor zich, zeg maar. Zeker als je hem een keer gemaakt hebt. Dan is het echt. Oh, hier schiet ik best wel weer uit. Even kijken of ik hem nou goed heb hoor. Want ik zag dat hij niet goed in mijn hoek lag. Zo. En dan heb ik nummer 8 nog nodig. Nou, ik ben heel benieuwd of jullie ook zo enthousiast al zijn over het bord. Nou, ik vind hem dus echt helemaal te gek. En ik zal op het einde ook nog even die explosion laten zien hoor. Dus ja, ik heb hier gewoon cardstock voor gebruikt, Christa. Als je dunner papier gebruikt, kan ook wel. Maar dan moet je alleen niet zo hard duwen met je vouwbeentje. Want dan zit je natuurlijk door je papier heen. Ik heb best wel dik papier nu erbij gepakt. Maar dat komt helemaal goed. Nou, ik pak even een boekje erbij. Ik weet het nog niet helemaal uit mijn hoofd. Maar dat is dus zo handig. Je zet echt per stap. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dan zo verder. Zet er wat je moet doen. Dus ik zet hem gewoon even zo voor me neer. Als jullie het bord hebben, doen jullie dat vast ook. En is dat gewoon heel makkelijk. Wat we nu moeten doen is het blaadje omdraaien. Flip noemen ze dat. Dus zo. En je moet hem 90 graden draaien. Dus op deze manier. Dan leg je hem weer in je hoek neer. Even kijken, rechts. Dus werkt nog heel makkelijk, toch? En wat je dan gaat doen is nog een keer de vouwlijnen. Maar dan tot en met 7. Dus ik begin hier weer bij 1. Zat ik met mijn vingers voor. 1. Even kijken. 2 zit hier in de hoek. 3. Nou, dat was 4, maar dat maakt niet zoveel uit. Die was net zo. En hier loopt hij door in de andere. Dus daar stop ik dan ook gewoon. Je kunt hem laten overlappen, maar dat hoeft niet. 5. Oh. Maar ook, kijk, als je dus uitschiet, dan maakt helemaal niks uit. Want dan knippen we dadelijk allemaal weg. Nou, 6 heeft hij al gedaan. Want die heb ik net al via de andere kant gedaan. En 7 moet nog wel eventjes. Zo. En dan heb je eigenlijk gewoon al je basis van je box klaar. Nou, jullie zijn wel heel stilletjes trouwens hoor. Nou, ik doe mijn pennetje heel even hier weer in. Want dan wil ik hem natuurlijk niet kwijtraken. En dan pak ik even een schaartje erbij. Even zoeken waar ik hem gelaten heb. En dan ga je best wel veel wegknippen eigenlijk. Ik kijk even via het plaatje hier ook dat ik het goede wegknip. Dus ik draai hem eventjes zo om. En dan ga ik hier dit schuine stukje wegknippen. Nou moet ik wel heel goed kijken, zie ik. Want voor mij is het licht een beetje vreemd, zeg maar. Ik denk dat het voor jullie misschien... ja, eigenlijk misschien ook niet goed. Maar ik denk als je het uiteindelijk ziet wat ik aan het doen ben en wat het gaat worden, dat het wel duidelijk is hoor. Zo. Kijk met volle aandacht, Christa. Kijk, dus dat stukje hebben we er al afgeknipt. En dan ga ik hier met die lijnen mee knippen. Het ziet er misschien een beetje vreemd uit. Maar echt, als je ermee bezig bent en je volgt die plaatjes, is het heel duidelijk eigenlijk wat je moet doen. Ze hebben het echt plaatje voor plaatje helemaal goed uitgelegd in het boekje ook. En zo kun je dus over die vouwlijnen heen knipen. Dus er staan geen potloodstreepjes op die je weg moet gummen of zo. Je gaat gewoon echt over die vouwlijntjes heen knippen, zeg maar. En dan volg je die tekeningen uit het boekje. Zo. Nou,
dit begint er nu al op te lijken. Voor jullie misschien is het nog abracadabra, maar echt, als je hem een keer maakt, is het echt heel goed te doen. Nogmaals, ik vind dit, de beschrijving hiervan, vind ik het meest duidelijke van alle borden die ik heb. En ik heb er heel veel. Zo. Maar zo kan je toch ook even een Nederlands filmpje erbij pakken om het even goed te zien, zeg maar. Kijk, dus dit wordt de box. En nou denk je eigenlijk, maar dat is toch een vierkante box. Maar dat komt dus echt zo meteen helemaal goed. Dit heb je dus over. En hier zijn wel allemaal vouwlijntjes, maar hier is dus eigenlijk een vierkant wat nog helemaal geen vouwlijnen bevat. Dus die ga ik straks gebruiken voor dat 5x5 inch stuk. Dus die leg ik even opzij. En dan knip ik hier nog die punt ervan af. Nou, en weet je wat het leuke is? Je kunt dit dus echt voor allerlei thema's doen. Ik zag ook een iemand voorbij komen die hier een adventkalender van heeft gemaakt. Echt super tof. En voor iedere dag eentje. En dan stond er op die blokje wat er dus uitschiet op die box. Er stond dan een leuke activiteit of zo. Nou, hoe leuk is dat? Dat is toch gewoon super origineel. Dus iedere dag als je een leuk envelopje openmaakt, dan komt er dus iets super tofs uit te rollen. Nou, ik vond het echt helemaal leuk. Ik pak even het vouwbeentje er weer bij. En dan ga ik even die lijnen allemaal vouwen. Zodat die gewoon ook straks gewoon netjes en goed in elkaar gezet kan worden. Dan heb je hier zit een punt. En die punt gaat straks zo naar binnen komen. Zien jullie dat? Dus dit is mijn buitenkant. En die punt die steekt straks zo naar binnen. Daar gaan we straks iets maken waar je elastiekje in komt. Maar ik doe eerst even de vouwlijnen goed erin. Dan werkt die ook gewoon straks helemaal goed. En ik heb hier nu gewoon wit papier gepakt. Maar je kunt dus gewoon ook hiervoor een groot vel designpapier nemen. Of het kleurtje wat je zelf leuk vindt. Is ook helemaal leuk denk ik voor een babykaartje. Of als ouders weten of je een jongetje of een meisje wordt. Om dan leuke kleurtjes uit te laten schieten. Of ja, een nieuwjaarskaartje. Ook super leuk. Beste inderdaad. Nou, helemaal tof. Nou, dus als je hem vouwt. Dan gaan die punten gaan dus naar binnen. Dus nu is het een beetje zo'n, ja wat is het, een boogje zeg maar. Maar die punten gaan nu naar binnen. Zodat het eigenlijk een lange strook wordt. Zien jullie dat? Dus dat is het wat straks de bedoeling is. Maar voor we dit aan elkaar gaan plakken, gaan we natuurlijk nog even het puntjebord erbij pakken. En dan gaan we hem omdraaien. Want hier zit mijn pond. En daar gaan we dus in ponden. Nu heb je hier, dus hier in deze hoek, dus een beetje aan de, als je hem zo omgedraaid hebt, dus aan de linkerkant van je bord, niet helemaal, maar een beetje langs die pons, staat het woordje box. Nou kan je hem dus, even kijken, zo in het hoekje leggen. En dan pontje. Ja, ik heb best wel pittig papier, dus vandaar dat ik even, en ik niet handig ervoor zit, lijkt alsof hij heel zwaar gaat, maar ik heb natuurlijk best wel pittig papier gepakt. Dat doe je ook bij de andere hoek. En dan flip je hem. Dus je draait hem om. En dan doe je hetzelfde. Zodat je eigenlijk vier hartjes. Want hij pons is een hartje. Zal ik zo meteen ook even laten zien. En dan krijg je dus eigenlijk vier hartjes eruit. Dus je hebt al vier confetti hartjes. Hoe tof. Even kijken. Zo. Zo. Dus hier heeft hij dan die hartjes eruit gehaald. En die zie je hier ook, want die kun je natuurlijk weer gebruiken. Superleuk. Hele mooie. Dus die kun je ook later nog eventjes in het kleurtje erbij ponsen die je leuk vindt. Zo. Dan, als we dus dit hebben, dan pakken we even lijm erbij. Je kunt dat ook met tape doen. Even erbij pakken, want dat had ik nog niet klaar liggen. Foei foei.
Deze erbij. En de lijm. Waar is mijn lijm? dit bord is verkrijgbaar bij Noor en Zo, Gonnie. En ik heb hier boven mijn video een linkje staan met alle materialen die ik gebruik. En dus ook dit bord. Dit bord is €35,99 als ik me niet vergis. En daar kun je dus die box mee maken. Envelopjes, confetti. En zo'n treetje waar je het in doet. Nou, dit plak ik dus tegen elkaar aan, die hoeken. Zie je, dus dat wordt een stevig geheel, zeg maar. En dat doe ik met die andere hoek ook. Kan je ook met tape doen hoor, als je wil. Maar op zich gaat het gewoon goed met die dutschdoebedoe lijm. Top Anouk, dankjewel dat je de link even deelt. Dus mocht je hem zoeken, Anouk heeft hier ook nog even de link erbij gezet. Dan kun je rechtstreeks naar het Explosion Card punchboard. Nou, ik heb deze hoek ook even tegen elkaar aangemaakt. En wat we dan gaan doen is, we gaan dit even een klein beetje inknippen. Want ik ga even kijken of jullie dat kunnen zien. Maar dit zit net nog aan elkaar, zien jullie dat? En die ga ik even inknippen. En ook aan de andere kant. Dus echt dat hele mini stukje wat nog aan elkaar zit, knip je even in. Zo. Nou, dan heb ik hem al een heel eind. Dan moet dit alleen nog eventjes tegen elkaar aangeplakt worden. Dus ik ga hier tape op doen aan de buitenkant. Zodat die plakstrook dadelijk niet meer zichtbaar is. En dan gebruik ik die tacky tape voor. Die hele stevige tape, zodat ik ook zeker weet dat het gewoon goed vast zit natuurlijk. Zo. Hopskee. Nou, en ik weet al zeker dat ik hiervan verschillende versies ga maken. Want mijn nichtje is bijna jarig. Nou, super leuk om zo'n kaartje voor te maken. Maar je kan hem bijvoorbeeld ook voor de Sint maken. Hè? Hoe leuk is dat? Bijvoorbeeld, en daar wat bijpassende confetti bij te doen of zo. Nou, kei leuk. Even kijken. Nou, het elastiekje komt zo op spanning. Dus daarom ga ik hem even zo in elkaar plakken. Dan weet ik ook zeker dat hij zo recht zit, zeg maar. Nou, mijn box, de basis is klaar. Dan ga ik dadelijk nog wat opplakken hoor, maar die zet ik even opzij. En dan gaan we eerst even de rest van dit met dit bord maken. Dan ga ik het treetje doen. Nou, ik heb daar dus nog dit stuk papier over. En dan ga ik eerst even op maat snijden. 5×5 inch. En dan ga ik die daarna maken. 5 inch, dat is, even kijken, 12,7 centimeter. Voor degene die niet zo goed met inches zijn. Dus 12,7 centimeter. Nou, op deze snijmachine van Vase, super handig, staan dus ook de inches meteen op. Nou, makkelijker kan eigenlijk gewoon niet. Dus er zijn centimeters en inches hier aan de zijkanten op. Super fijn. Dan ga ik deze dus maken. Nou, je kunt hier ook weer in je boekje bekijken hoe dat je die dan gaat maken. Mijn papier heb ik dus al op maat gesneden. En hier zit dus in het midden bijna dus ook weer een heel handig inhammetje. Waar je dat stukje papier precies in kunt schuiven. Eigenlijk spreekt het dus vanzelf, want mijn envelop die wordt weer iets groter. Die komt dan in het iets groter inhammetje en het grote papier dus daar. Dus het is echt heel prettig hoe ze dit gemaakt hebben. Nou, wat ik ga doen, ik ga hem op 5, alleen de 5, ga ik hem scoren. Dan flip je hem en dan score je hem weer op 5, zodat je twee lijnen hebt in dezelfde lijn, zeg maar. Yes. Wat je dan doet, je gaat weer naar het pontje toe, dus je draait je bord even om. En dan staat hier in de hoek van het inhammetje staat 3. Super fijn. En dan ga ik er
daarin schuiven. Zorg even dat je vouwlijnen dus, even kijken, verticaal zijn als je hem dus op deze manier hebt, je bord. En dan kun je hem daar bonzen. En dan moet hij ook, doe ik dit goed? Volgens mij niet. Nee, ha, grapje. Ik zit een fout te doen. Ik ga even een nieuw papiertje pakken. Krijg je, hè, met al dat geklets, dan gaat het soms niet helemaal goed. Maar dat heeft niet, want ik pak gewoon even een nieuw papiertje daarvoor. Klein momentje. Ik heb nog wel een stukje over hier liggen. Excuses. Dus, dat gebeurt ook wel eens. Maak ik even een nieuw papiertje van 5x5 inch. Ja, de blooper is er weer, Monica. Die houden we gewoon erin, hè. Zo zien jullie ook dat het bij mij ook niet altijd helemaal meteen alles goed gaat. Maar dat is altijd wel opgelost kan worden, want dan snijd ik gewoon een nieuw papiertje. Zo. 5x5 inch. Nou, deze stappen hadden we natuurlijk al gehad. En ik moet ook altijd zeggen, inderdaad, als het live is, krijg je natuurlijk vaker zo'n foutje. Als dat je gewoon rustig zelf zit te hobbyen en met verder niks anders bezig bent. Nou, ik ga hier weer bij de 5 een scoorlijntje maken. En die ander ook. En dan moeten we bonzen. Maar dit keer doe ik dat niet verticaal, maar horizontaal. Dus, nog een poging. Horizontaal, je vouwlijn gaat hij er dus in. Dus niet verticaal, wat ik eerder zei. Oeps, ik doe het even aan deze kant. Vind ik handig. Nou. Hoppa. En die is gewoon helemaal goed. In één keer bijna, toch? Nou, ik flip hem. Nee, ik flip hem niet, maar ik flip mijn papiertje. Dus. En hoppa, ik heb weer 2 hartjes. Die ik als confetti kan gaan gebruiken. Eigenlijk stiekem 3. Ik heb gewoon een hartje meer als confetti nu. Dus. Elk foutje heeft zijn voordeel. Wat we dan doen. Je gaat hier die stukjes wegknippen. Dus over dat vouwlijntje heen. Knip je richting de onderkant van dat hartje. En hier knip je hem ook weg. En dan krijg je zo meteen dus aan de bovenkant een soort van tapje. Hopske. En die onderkant die kun je nog omvouwen. Dus dan heb je aan de bovenkant zo'n tapje. Aan de onderkant vouw je hem om. Ik heb op mijn voorbeeldje heb ik hier nog zo'n strookje designpapier overheen geplakt. Vind ik er wel eigenlijk super leuk uitzien. Dus dat kan je ook doen. En hier op het tapje kun je dus pool hier stempelen. Dat gaan we ook doen. Even kijken, ik heb nog geen acrylblokje klaargelegd. Nou, gelukkig maken we allemaal fouten, dames, hè? Yeah, ben ik niet alleen. Nou, ik stempel altijd met VersaFine als ik zwart gebruik. Dat vind ik gewoon een hele duidelijke afdruk geven. En ik zoek ergens mijn babydoekjes. Zodat ik mijn viezigheid zo meteen ook weer op kan poetsen. Soms zit ik een beetje met die blok ernaast. En dan komt het helemaal goed. Nou, ik ga deze hier op de tapje stempelen. Ongeveer in het midden. Komt niet helemaal precies. En wat ik dus wel heel leuk vond, had ik bij mijn voorbeeldje gedaan. Is als dit droog is, mijn inkt. En dat kan bij VersaFine. Want als die droog is, dan is die permanent, zeg maar. Kan niet met elke inkt. Maar dan kun je hier dus ook gewoon nog lekker wat... Eerst haar markt doen en wat transparante embossingpoeder met glitter bijvoorbeeld of zo eroverheen. Nou, super leuk. Dat had ik bij mijn voorbeeldje gedaan. Ga ik nu even niet doen. En dan. Dan hebben we dit eigenlijk ook klaar, dit onderdeel. Dus dat gaat even aan de kant. Dan hebben we nog een envelop die we nog gaan maken. Ik zit me af te vragen of ik of al jullie berichtjes mis of dat jullie gewoon echt... heel stilletjes zijn. Ik zit hier gewoon echt bijna tegen mezelf te kletsen.
Daardoor komen die fouten. Ik raak er helemaal van in de war, denk ik. Nou, super gezellig, Bianca, dat je nog mee komt kijken. Wat ik ga doen. Mijn designpapier erbij. En die is dus 8x8 inch. Oftewel, wat zei ik nou? Ik weet het al niet meer. 8x8 inch of 20,3 centimeter. Ja? Dan plaatsen we die in die opening waarbij staat envelop. Hopskee. Past er ook weer precies tussen. Ideaal. Ik blader even mijn boekje verder, hè, want ik moet niet hebben dat ik nog een keer zo'n blooper krijg. Want ik denk dat ik het allemaal weet. Oh, Els, dat is niet helemaal goed gegaan dan, denk ik. Want ik vind 9 uur een beetje te laat. Dus ik ga altijd eigenlijk om 8 uur live. Dan kan ik daarna nog lekker even op de bange serietje kijken. En lekker op tijd mijn bed in. Dus. Nou, jullie zijn het ook wel met over de 100 kijkers. Dus ik denk dat jullie gewoon allemaal heel geïnteresseerd zitten te kijken, inderdaad, Monica. Maar dat geeft niks. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vinden om te zien. En dat is het belangrijkste. Ik heb mijn 8x8 inch. Die heb ik hier in de opening van het punchboard gestopt. En wat ik dan ga doen is op 3 en op 4 scoren. Dus ik doe eerst even de 3. En hier moet je dus, als je designpapier doet, niet te hard drukken. Dat is iets dunner vaak. En dan moet je natuurlijk niet doorheen drukken. Nou is dit papier van Little Chef van Bella Lulu niet super dun. Dus dat is eigenlijk gewoon super handig om goed te doen, zeg maar. Ik heb op 3 en 4 gestanst. Of gestanst. Wat zeg ik nou dan weer? Een scorelijntje gemaakt. Stansen doen we natuurlijk niet met een punchboard. En wat ik dan ga doen. Moet ik even kijken dat ik het ook weer goed doe nu, hè. Dan moet je je papiertje 180 graden draaien. Met de klok mee. Dus dat ga ik doen. En dan doen we nog een keertje 3 en 4. Ja? Dus zeg maar wat boven lag, ligt nu onder. Dat is 180 graden. Nou, gelukkig dat jullie het duidelijk vinden. Ondanks de bloopers dan, hè. Want die houden we gewoon erin. Jullie hielden van bloopers, dus dat moet ik gewoon een beetje doen, toch? Nee, ik zit mezelf in te dekken. Flauwekul. Dus dan heb je eigenlijk in het midden een rechthoek met allemaal flapjes aan de zijkant. That's it. We draaien hem om, het bord, en we gaan weer lekker ponsen. Ik zie nog allemaal berichtjes. Daar moet ik natuurlijk wel even op reageren. Linda kijkt ook aandachtig, zegt ze. Nou, fijn dat ik het goed uitleg. Daar ben ik blij mee. Tof. Ja, het is echt, echt zo'n leuk ding. En, oh, ik ga jullie vast verklappen. Er komt nog een andere creatie met dit bord. Ik ben nog iets aan het uitwerken. Maar in welke vorm, of het een live wordt of een filmpje, weet ik nog even niet. Ga ik nog even ook overleggen met Jolanda. Maar er komt in ieder geval nog iets leuks met dit bord. Dus jullie moeten zeker even in de gaten houden. We gaan die envelop doen. En die zit hier, als je het bord dus omgedraaid hebt, zit hij nu bij mij links. Daar staat envelop. Dus dan moet ik hem weer in die hoek daar leggen. Ik hou wel even goed om. Dus zeg maar, met die, waar die lijnen bij elkaar komen, die moet dus onder de pons. Oh, ik heb hem niet goed gedaan. Nou, of hij is gewoon erdoor. Even kijken hoor. Oh, hij was er al door. Ik denk al, zo zwaar gaat hij toch helemaal niet. Ik snap er niks van. Het is wel echt een blooper uitzending vandaag, joh. Kijk, easy peasy. Dan gaan we flippen. Weer. Oh, geflipte uitzending vandaag. En dan heb je hem dus op 4 punten geponst. En dus dat inhammetje. Zien jullie dat? Dus hier heb je hem. Daar op 4 kanten heb je zo'n inhammetje. Ik denk dat het wel duidelijk is. Hoop ik. Dus dit is mijn envelopje. Nou, dit bord gaat even aan de kant. Hopskee. Ja, dit is echt het Explosion Card punchboard. Inderdaad, wat Monica ook zegt. Nou, dan gaan we hier eerst de zijlijnen. Dus zeg maar als hier de rechthoek zit.
gaan we eerst op de korte kant de flappen omvouwen. Ik weet eigenlijk nog niet welke kant van de envelop ik aan de buitenkant wil hebben. Maar ik ga even kijken hoe ik er leuk vind uitzien. Maar ik kan ze in ieder geval vast zo vouwen. En daarna doe ik dus die grote kanten. Dus het is echt een nieuw bord. Nou kan ik hem zo omdoen. Of. Ik doe hem zo om. Maar ik denk dat ik dat zwart met roze aan de buitenkant leuker vind. Denk ik, hè? Zo. En misschien hebben jullie het al gezien. Maar als je hem dus in elkaar vouwt. En dan ga ik hem hier zo meteen plakken met een tapeje. Dan steekt die punt hier uit. Nou, bij mijn voorbeeldje heb ik die sneaky weggehaald. Dus als je hem weg wilt halen, kan dat dus ook. Want dan ziet het ook heel goed. En dan zie je al meer van je creatie voordat het eruit komt vliegen. Het is wel, als je de punt eraan laat zitten, houdt hij meer van je confetti of net wat je erin doet tegen. Dus ik laat hem nu hier even aan. Maar als je hem af wil halen, dan vouw je hem even zo dicht. En dan de punten waar hij bij elkaar komt met de zijkant, stip je even aan. En dan kun je een potloodlijntje trekken en hem afsnijden. Dus dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Ik laat hem hier nu even eraan, wat ik al zei. Maar ik ga wel eventjes een tapeje plakken. En dat doe ik even nu hierop. Want anders, als je het op het onderste deel doet, dan zit je punt ook vol tape. En dan plakt hij tegen de binnenkant aan. Dat moet natuurlijk niet, hè? Nou, jullie zijn het gelukkig met mij eens dat het zwart met roze aan de buitenkant moet. Gelukkig. Ik had ook eigenlijk helemaal niet op jullie reacties gewacht. Maar nogmaals, als je dit zelf maakt, kun je natuurlijk zelf kiezen wat je wil, hoe je het wil. Maar ik vind het dus wel heel leuk om die envelop al echt uit designpapier te maken. En nogmaals, ook de box en de tray kun je ook natuurlijk uit designpapier maken. Dan heb je nog een vrolijker geheel. Dit plakken we even dicht zo. En dan heb je dus echt al een super fijne envelop. Ik zal even voor jullie de maat van de envelop meten. Want ook al wil je dus geen explosion card maken, kun je deze envelop nog steeds super leuk gebruiken voor ook andere kaartjes. Deze envelop die is ongeveer 16 breed bij ongeveer 11 hoog. Het scheelt een paar millimeter, maar ongeveer is dat het formaat. Dus 16 bij 11 ongeveer. Dus het is echt wel een heel leuke formaatje ook. Eenmaal goed hoor Marion, als je later terugkijkt. Altijd goed. Nou, dus zo kan die dus dicht. En heb je dus gewoon een leuk kaartje. En hier aan de onderkant, dan moeten we dus nog een stempeltje maken. Met hold here. Alleen, dit is dus best wel druk. Dus ik ga even kijken of ik hier iets op kan plakken. Dat heb ik allemaal nog niet klaargelegd hoor. Want ik wist nog niet precies hoe ik dat wilde gaan maken. Ik heb hier dus nog wat restjes liggen van die toffe set. En ik zoek dus eigenlijk een beetje een licht papiertje. Waar je dus ook mooi op kan stempelen. En het moet eigenlijk nog een beetje bijpassen. Dus ik denk eigenlijk dat ik het beste gewoon een wit strookje hier kan plakken. En dat ik het daarop kan stempelen. Want ik denk als ik hem hierop stempel dat je hem niet helemaal goed ziet. Dat zou eigenlijk zonde zijn. Of ik kan hier ook een klein stukje uitstand natuurlijk. Oh, dit wilde ik jullie ook nog laten zien. Ik heb hier confetti. Die had ik ook in mijn voorbeeldje gedaan. Die zit bij deze slimline stand van Carlijn Design. Er zitten hele leuke van die pailletjes achter en van die krulletjes, zeg maar. Super leuk om als confetti te gebruiken. Maar je hebt natuurlijk vast nog veel meer kleine standjes of pontjes die je daar ook nog voor gebruiken kan. Ik zoek even iets waardoor ik die pool hier erop kan maken. Klein momentje. Ik heb hier wel een van mijn A6. Die ga ik even doen.
En die ga ik gewoon eventjes uit wit, een wit stukje cardstock stampen. Dus dat had ik dus nog even niet klaargelegd. Maar dan ga ik nu even achter de schermen stansen. Die komt dus uit mijn A6 mal van Klein. Maar ja, je kunt ook gewoon anders een gewoon strookje gebruiken. Net wat je hebt. Ik vind het dan net iets chiquer uitzien als ik dat op deze manier doe. Maar dat komt dus omdat mijn designpapier best wel druk is. En dan denk ik dat je het niet helemaal goed ziet. Als je hem bij iemand afgeeft. En dat vind ik dan net zonde. Hoi Annie, leuk dat je ook nog meekijkt. Zo, evenering op de achtergrond. En dan heb ik hier, als het goed is, een handig gestanst stukje. En dan kun je dan ook gewoon goed zien. Je kan daar ook weer voor kiezen om daar een mat randje achter te doen. Of eigenlijk net zo gek kun je het maken als je zelf wil natuurlijk. Ik ga mijn tekstje erop stempelen met Hold Here. Beter kan ik hem eerst even opplakken. Dan hoef ik hem zo niet meer aan te drukken als ik hem inkt erop heb zitten. Kijk, dat vind ik dus echt ook weer echt top. Dat die stempeltjes gewoon erbij zitten en dat je dus een heel complete set hebt. Dus gewoon met dat bord kun je gewoon alle kanten op. Als je wat papiertjes hebt, heb je al een leuke kaart. Ook die hartjes confetti, gewoon echt alles zit erbij. De elastieken, super fijn. Even kijken, ik ga deze dus hier erop stempelen. En dan is het ook gewoon goed zichtbaar. Ik weet niet of ik hem precies in het midden heb, maar ongeveer dan, hè. Zo. Hopskee. Stempels aan de kant. Oh, en ik moet trouwens echt nog hier even dat van dat feestje in de brievenbus ook nog eigenlijk, hè. Nou, dat doe ik later, denk ik, gewoon even erop maken nog. Maar dus even dat jullie het idee hebben hoe je het kunt doen. Maar ik vind dit dus echt super tof. Feestje in de brievenbus. Want als je dit openmaakt, nou, dat is toch gewoon een feestje. Meer feestje kan ik er niet van maken, hoor. Alles vliegt lekker in de ronde. Hier kun je dus een strip designpapier lekker opdoen. En dan zie je ook gewoon dat dit zo helemaal perfect erin past. Dan ga ik mijn box even versieren. Ik heb hier al wat dingetjes klaargelegd. Ik zal ze er even bij pakken. Ik heb ook wat van die leuke gnoompjes uitgeknipt. Die ook in die Little Chef van Bella Lulu setje zit, zeg maar. En dan heb ik met allemaal gekozen met taartjes en gebakjes. En dan ga ik eerst een designpapiertje opplakken en dan die leuke gnoompjes. Dus dan is het toch ook gewoon echt een leuk feestje. En weet je wat ik helemaal dacht dat leuk zou zijn? Ik heb hier dus ook van die kleine dingetjes uitgeknipt. Nog niet zoveel, was niet zo snel. Maar ik dacht, hoe leuk als ik deze kleine cupcakejes, overwandjes, gewoon zeg maar op mijn box leg, dus niet vastplak. En dat ook gewoon lekker in het rond vliegt, zeg maar. Nou, super leuk vind ik dat van deze Little Chef set van Bella Lulu. Dan heb je dus echt punchboard setje, heb je toffe confetti, wat echt allemaal leuke taartjes en zo in het rond vliegen. Dat we hartjes erbij, nou dan heb je hem eigenlijk gewoon helemaal compleet. Ik vind het echt gaaf. Dus ik heb hier nog een stukje over waar nog wat taartjes in zitten die ik eventueel nog uit zou kunnen knippen om erbij te doen. En wat ik leuk vind is om even te kijken hoe dit zeg maar tof uitkomt. Mijn designpapier wat ik hier op ga plakken. Dit kun je dus ook al in een kleurtje. Dat is ook al heel tof eigenlijk, hè. Ik kom hier met mijn saaie wit aan. Dan kun je dus ook in lekkere fel kleurtjes zodat het echt nog meer een feestje is. Nou, ik vind die streepjes eigenlijk wel heel erg gaaf. Waar ik voor ga kiezen is om twee verschillende designpapiertjes te doen. Zodat er hier twee verschillende naast elkaar zitten. En dan denk ik dat ik voor deze en voor die sprinkeltjes ga. Die komen lekker in dezelfde kleurtjes. Helemaal leuk. Dus ik ga even meten hoe groot die vierkantjes moeten zijn. En ik heb er natuurlijk vier van nodig. Klein momentje.
kijken. Het is ongeveer 7. Dus ik denk dat ik 6,7 ga pakken voor mijn designpapiertjes. Dus een vierkantje van 6,7 ongeveer pakken. Dan kun je dus zo groot of zo klein maken als je wil. Hè? Dus dat kun je zelf gewoon bepalen natuurlijk. Oh, en weet je wat ook echt heel leuk is? Daar zag ik ook voorbij komen, dat ideetje. Dat je hier bijvoorbeeld ook tof een pocket op kunt maken. Kun je er geld in stoppen of een cadeaukaartje op doen of indoen, zeg maar. Super leuk gewoon. Zullen we dat eens even doen? Vind je het leuk als ik hier een pocket nog op ga maken? Dus dat we wat extra, een extraatje hebben, zeg maar. Of hebben jullie zoiets van, ah, ik heb het wel gezien. Ja, nee, deze knalt echt veel meer. Dus ja, het is wel hetzelfde idee. Een beetje, maar toch wel weer heel anders. En nog veel gaver, vind ik. Ik liet hem zelfs aan mijn vriend zien en die zei ook echt van, wow, tof. Zo van, de werkt echt, knalt echt helemaal eruit. Die verwacht je gewoon ook echt niet komen. En die andere, die ik eens eerder heb gemaakt, daar hou je de kubus vast. En deze vliegt die gewoon echt in het rond, hè. Nou, echt heel leuk. Ik was even aan het kijken, maar volgens mij willen jullie dat ik een pocket erop ga maken. Dus dan moet ik eigenlijk nog even een stukje meer kortstok gaan doen. Nou, die ga ik gewoon hier improviseren. Dus die heb ik niet voorbereid. Dus als er een blooper komt, dan is dat zo. ik ga een pocket maken van 9. Even kijken. 9. Bij. Hoe hoog zullen we hem eens doen? Is het leuk als je daar dan weer een designpapiertje ook achter doet. Dus ik denk 9 bij 6 doen we, denk ik. Nou, verrassing. Verrassing hoe het eruit gaat komen, hè? Want dat weet ik zelf ook nog niet. Maar meestal komt het allemaal wel goed. Dus ik durf het aan. Oh, sorry. Ik ben hier dat aan het doen. En dan denk ik, oh, moet jullie natuurlijk even meenemen in het proces. Wat ik heb gedaan. Een stukje cardstock. 9 breed bij 6 centimeter hoog. Heb ik aan de zijkanten een vouwlijntje op 1 centimeter gemaakt. En de onderkant een vouwlijntje op 1 centimeter. Nou, makkelijkere pocket kan ik niet voor jullie maken. Ik knip hier die hoekjes weg. Deze pocket kun je dus echt bij alles maken. Hè? Dus ja, noem het. En je kunt het erop maken. En dan ga ik eventjes op die plakstroken ga ik even een stukje tape doen. En volgens mij heb ik hier nog zelfs een cadeaukaart liggen. Dus ik kan ook even kijken of dat eigenlijk wel past. Maar dan is het toch helemaal feest. Of als je gewoon even een tientje of 5 euro of zo erin doet. En die zit dan in die pocket. Nou, super leuk toch? Ik vind het leuk. Dus ik was heel enthousiast aan het pimpen. Maar de pimpen moest dus even wachten. Want er komt weer een pocket bij. Oh ja, dit is natuurlijk niet handig. Ik zit hier heel enthousiast die plakstrookjes eraf te doen. Maar het was eigenlijk handiger als ik eventjes... hoe heet het? Als ik hem eerst even had gevouwen. Ja, dat doe ik nu dus even achteraf. Oeps. Dan moet ik hem dadelijk nog maar even wat verder vouwen. Even kijken. Oh, Ina, heb je hem toch wel? Wil je hem toch hebben? Ina zegt dat ze eigenlijk na de tikkie niks meer mocht bestellen. Maar dat ze hem toch wel heel leuk vindt. En dat snap ik helemaal. Nou, die pocket die plak ik hier dus zo onder, zo hoppa erop.
Super makkelijk eigenlijk, hè? Hoe leuk. Nou, ik zal even kijken hoe ik nou uitkom met mijn designpapier. Ik ga hier denk ik die streepjes doen. Plak ik even vast op. Zo. Kijken, hoe wil ik het? Ik denk gewoon in de breedte. Die pocket hier ga ik dadelijk ook plakken met designpapier hoor. Draai hem even om. En dan doe ik hem dus ook aan deze kant de streepjes. Want dan komen er geen twee keer streepjes naast elkaar als het blok uitgevouwen is. Zo. Ja, het geld vlieg je dan om de oren. Maar ja, ik denk dat het geld dan gewoon goed blijft zitten. Want die pocket is best wel hoog. En als je het er dan in hebt gevouwen, dan gaat hij niet vliegen hoor. Dan vliegt alleen wat op de box ligt. Want die confetti leggen we straks op de box. Niet erin, maar erop. En dat geld gaat dan niet vliegen hoor. Dat schiet dan niet omhoog. Maar bij wijze van spreken, vliegt het geld je dan om de oren. Ja. Ik ga even die sprenkeltjes vast op de andere kant wel doen. En dan gaan we zo op de pocket ook nog even doen. Zo. En dan kun je dus zelf kiezen of je wilt dat iemand dat al ziet of dat je hem dus aan de achterkant stopt, hè? Dat pocketje, zeg maar. Ik moet die hier dus iets kleiner gaan snijden. Even meten hoe groot die moet zijn. Ja, precies. Ja, bij wijze van spreken, inderdaad. 4,5. Zei ik dat goed? Ik zit niet op te letten. Nou, iets groter doe ik hem. 4,7 doe ik hem. Dus dat is maar net hoe groot je de pocket maakt. Bij mij wordt het designpapiertje erop, 4,7. En dan kan ik bijvoorbeeld de achterkant van dat stukje, dan kan ik dan nog gebruiken om hier weer achter te plakken, een beetje zo, hè. Dus zo heb je meteen weer twee verschillende designpapiertjes, zeg maar. Nou, helemaal leuk, toch? Hebben we gewoon nog een beetje een extra surprise hier. Dus een beetje buiten het punchboard om, maar hoe je toch wel nog iets toffers van die box kunt maken. Ik hou wel van surprise. Ik hoop jullie ook. Kijk, en dan plak ik die een beetje zo ertussen. Zodat je dit ook meteen leuk versierd hebt. Dan heb je meteen een pocket. Nou, moet niet gekker worden hier. Even kijken of mijn cadeaukaart erin kan hoor. Die heb ik hier staan. Even kijken. Nou, voor een cadeaukaart is die dus een beetje klein. Maar dus geld kan wel echt prima. Ook leuk, toch? Ik had nog een tekstje met Yuppie gestanst. Alleen waar heb ik hem? Hier heb ik hem. Die had ik gewoon even uit wit gestanst. En ik had hier al eentje klaar liggen. En die wilde ik eigenlijk zo op eentje doen. Maar dat past niet helemaal meer nu. Hij past wel natuurlijk gewoon aan deze kant. Erop. Shiva, niet doen. Even mijn hond corrigeren. En ik heb hier die Yuppie, die komt uit een setje met Wow Yuppie J van Carlijn Design. Die vind ik echt super leuk, want vind ik ook wel echt een beetje feestachtig klinken. Dus helemaal leuk. En daar heb ik dus gewoon eigenlijk even in het wit gestanst. En die plak ik op een designpapiertje als matrandje, zeg maar. Zijn jullie er al bijna klaar mee? Of vinden jullie het wel leuk worden zo? Ik ben heel benieuwd wie allemaal het Explosion Card Punchboard in zijn winkelmandje heeft zitten. Of hem misschien al besteld heeft.
En wat voor kaartjes ik ga zien. Misschien hebben jullie wel echt al hele toffe ideetjes ermee. Daar ben ik wel benieuwd naar. Zo. Ik heb deze even aan de kant. Ik heb hier nog de punt van Joepie. Moet er nog even op. Even kijken. Oh, Gea, ga je morgen lekker naar de winkel toe? Superleuk. Heel leuk. Christa kijkt ook nog steeds hier. Nou, ik had een lekker kopje thee trouwens hier naast me gezet. Maar die ben ik dus helemaal vergeten. Nou, die Joepie ga ik hierop plakken. Is toch gewoon grappig. En je kunt er ook bijvoorbeeld gefeliciteerd. Of ja, je kunt erop maken wat je zelf wil natuurlijk. Hè? En je kunt ook het kaartje waar die op ligt nog helemaal leuk versieren. Daar heb ik nu eigenlijk met mijn voorbeeldje ook gewoon wit gelaten. Maar hier kun je natuurlijk ook nog alles op, van alles op maken. Hè? Dus dat kun je kunt het echt zo gek maken als je wil. Dat feestje in de brievenbus. Oh, heerlijk. Ook lekker lunchen. Even kijken, wat vind ik grappig? Ik vind deze wel echt zo leuk erbij. Ik denk dat ik die ga doen, maar die ga ik wel even met een klein foam tapeje opplakken. Ik vind het er net iets gezelliger uitzien. Ik heb hier een 1 mm foam tapeje even. En die doe ik zo onder mijn knoompje, dat hij iets meer ervan afkomt. Ja, voor oud en nieuw vind ik hem ook echt, echt heel gaaf. Zo. En dan heb ik hier natuurlijk nog een kantje. Ik denk dat ik hier die gele wel zo leuk bij vind. Ik ga ook even. Zo. En dan heb ik nog één stukje over. Maar dat is mijn pocket nu geworden. En dan heb ik eigenlijk nog geen idee van hoe ik dat zou versieren. Dus ik denk dat ik die gewoon nog even openlaat. En dat nog ga bedenken. Maar nu we toch eigenlijk zo wat klaar zijn. Want ik vind dit wel. Je kunt je natuurlijk inderdaad zo gek maken als je wil. Ik heb hem nu vrij simpel. Maar je kunt hem gewoon natuurlijk ook heel uitbundig en zo gaan maken. Ga ik het elastiekje eraan maken. En zullen we eens gaan kijken of dat die ook werkt. Zo. Dit elastiekje maak je eraan. Even kijken of jullie dat kunnen zien hoor. Aan de binnenkant zitten die hartjes. Daar kun je hem dus, omdat we die een beetje los hebben geknipt, kun je de elastiek daar tussendoor frommelen. Zo. Komt het er zo uit te zien. Doordat je dus zo, deze zo vouwt, dus niet zo, want dan kan hij niet exploderen, zeg maar. Maar je vouwt hem echt zo bij elkaar, zit er de spanning op je elastiek. En als die dus loskomt, dan vliegt die dus weg. Nou, ik ga hem dus hierin stoppen. Ik ga hem nog verder afwerken hoor. En dan zal ik ook morgen zo even een leuke foto ook voor jullie nog maken ervan. Hier ga ik dus weer even confetti opleggen. Nou, ik pak even mijn confetti die ik straks al gedaan had, zeg maar. Die heb ik hier een beetje nog bij elkaar liggen. Die leg je dus erop. Niet in de box, maar echt erop. Anders kan het niet wegschieten. Zo. Hopskidee. En daar leg ik die taartjes ook gewoon leuk bij. Dus die overwandje en die taartjes. Dat is gewoon even nog wat extra confetti, zeg maar. En dan kan hij hierin. Hij is dus nog niet helemaal leuk gepimpt. Maar het gaat even om het idee. En dat jullie de hele uitleg hebben meegekregen. En dan ga ik hem later nog even rustig afmaken. En ja, dan kunnen we hem dus laten knallen. Oh, ik had hier nog allemaal leuke hartjes. Die moeten er ook nog even in. Ze zijn wel gewoon wit. Maar dat maakt niet uit. Hè? Het gaat om het idee. En zo zie je dus ook dat zodat ik hier die punt van die envelop eraan heb zitten. Dat ik hier dus meer confetti en zo in kan doen. Want die valt er niet uit. Dus wat dat betreft is die punt dus wel ideaal. En kun je die het beste laten zitten. Ik kan hier nog ook een beetje mee sjoemelen. Kijk, nou kan die ook dicht.
door dat dingetje wat ik hier heb zitten. Eventjes voor mij. Maakt jullie helemaal niks uit. Maar ik ga even iets op mijn drinken hier leggen. Want anders gaat het er natuurlijk weer invallen. Zometeen als ik ga schieten. Dus, zijn jullie klaar voor de opening van deze Explosion Gourd? Zijn jullie er klaar voor? Ik wacht hoor, trommelgroffel hier. dan ga ik hem laten schieten namelijk. Maar ik kijk even of jullie wel allemaal kijken natuurlijk. Hè? Want anders doe ik dit voor noppes. En ik moet zelf allemaal opruimen. Ik zie Bianca yes zeggen. Zijn er nog meer klaar voor? Kom maar op. En Monica is er klaar voor. Ja, Marja, spannend. Nou, ik zie meer reacties, dus we gaan ervoor. We maken hem open. Hier hou je hem beneden vast. Dat is ook duidelijk voor de ontvanger. En hier kunnen we trekken. Oh, en nog even een tipje. Niet te ver dat naar beneden duwen in je treetje. Want dan schiet hij niet weg. Dus ik ga hem even zo van een afstandje doen. Daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Ja, 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 ja. Hoppa. En alles vliegt in het rond. Nou, superleuk toch? Ik ben helemaal enthousiast. En ik hoop jullie ook. Nogmaals, ik heb de link hierboven het filmpje waar je alle gebruikte producten ook terug kunt kijken. En terug kunt vinden en eventueel als je het leuk vindt kunt bestellen. En dan was hij dit voor vanavond. En wens ik jullie allemaal een hele fijne avond. En natuurlijk zie ik je ook heel graag jullie Explosion Card voorbij komen. Dus vooral delen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei allemaal!